En dan voel je je ook gezond. En je ziet ook dat die mensen heel gezond zijn. Het is een en al levenslust. Dan, en dat hebben die lui in dat hoogste stadium ook wel, is dat ze echt zich heel ziek gaan voelen. Griep of malaise. Nou, iedereen kent dat natuurlijk ook wel. Dan kom je in het acute stadium. Je voelt je hondsberoerd. Je gaat onder de wol, je wil helemaal niks en je wilt uitzieken. Je hebt koorts. Oh, je hebt koorts. Ah, goed, want koorts is juist om je weer naar het hogere stadium te brengen. Maar dan ga je naar de dokter en die geeft je een koortsverhelderend middel. Dat is precies tegengesteld van wat je eigenlijk wil. Want die koorts heb je nodig om weer beter te worden. Gezonder te worden, nog een beter woord. En als het maar vaak genoeg gebeurt, ja, dan zak je, en ook door je eigen leefgewoonten, noem maar op, dan zak je naar een derde stadium. En dat is een stadium van chroniciteit. Je hebt iets onder de leden. Bijvoorbeeld een ontsteking hier of daar in je lichaam. En het rare is, dan lijk je heel erg gezond. Niks aan de hand. En je voelt je veel beter dan in dat acute stadium. Maar feitelijk ben je ongezonder. En als het maar gedurende het leven verder gaat, ja, dan kom je in een stadium dat je ook je schadelijke stoffen, dat je stofwisseling niet meer de schadelijke stoffen kan afvoeren, dat je eigenlijk geblokkeerd raakt, dat de hele dynamiek en ook de homeostase, zeg maar, dat het helemaal uit balans raakt. De lever kan niet meer voldoende functioneren om de afvalstoffen uit je lichaam te krijgen. En dan kom je nog in een lager stadium. En dan krijg je ook verschijnselen van pijnlijke gewrichten bijvoorbeeld. Dus dat je echt klachten krijgt. Die afvalstoffen zorgen daar dan voor. En nog een stadium lager is het stadium van degeneratie. Je raakt niet meer kwijt, het slaat zich op en het deformeert ook bepaalde botten of gewrichten of dat soort dingen. Ja. En dit is eigenlijk nog een laatste stadium voor de dood. Dat is zeg maar van, nou, de lichaamscellen die vertrouwen niet meer op het organisme om te overleven. Die gaan het voor zichzelf beginnen, zo gezegd. En dan heb je dus een tumor waarin bepaalde cellen zeggen van, nou, dat systeem, dat lichaam, dat kan een zorg zijn. Ik ga gewoon voort als in mezelf. En ik hoop op die manier te overleven. Want het is allemaal gericht om weer omhoog te komen in die stadia. En daar kun je natuurlijk als mens heel veel aan doen met je voeding. Met beweging, met een gezonde lifestyle. En daar zie je ook, en daarom heb ik het ook in deze lezing, dat als je medicijnen neemt, dat is vaak het wegnemen van de symptomen, dat weten we ook allemaal wel, maar het brengt je eigenlijk lager op die schaal. Je gaat niet omhoog, maar je gaat omlaag. En dat is nou juist niet wat je wil. Orthomoleculaire geneeskunde. Wie kent de term orthomoleculaire geneeskunde? Nou, dat kunnen we overslaan, zie ik wel. Ontwikkeld door tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling. Nobelprijs voor de chemie. En hij was eigenlijk in de vorige eeuw de grondlegger van de moderne scheikunde. En wat Einstein was voor de natuurkunde. Maar hij heeft nooit die roem gekregen die Einstein wel heeft gekregen. Doet er ook verder niet toe. En hij is verder heel bekend geworden vanwege zijn vredesactiviteiten. Hij heeft ervoor gezorgd dat de bovengrondse kernproeven dat daar een ratificatie kwam tussen de grote mogendheden, behalve Frankrijk. En toen is door al die wetenschappers in de wereld de handtekeningen te laten zetten en dat soort dingen. Dus hij heeft twee Nobelprijzen en hij is ook de enige die als enige twee Nobelprijzen heeft gehad. Dus het is een heel uitzonderlijke man. Maar daarvoor vind ik des te erger is het dat Linus Pauling voor zijn concept van de orthomoleculaire geneeskunde, zoals hij dat heeft opgeschreven in de tijdschrift Science in 1968, nooit de eer heeft gekregen die het verdient. Integendeel, op het moment dat hij kwam met zijn concept van de orthomoleculaire geneeskunde en met zijn boek Vitamin C en de Common Cold, toen is die man eigenlijk totaal zwart gemaakt, verdacht gemaakt en is ook zijn vitamine C-therapie nooit echt
mainstream, dus algemeen in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk geaccepteerd geworden.